Dit regeerakkoord vind ik eigenlijk niet zo'n geweldig regeerakkoord om drie redenen. Het is procyclisch, met name via de WW, die wordt beperkt. Moet je niet doen in tijden van een crisis. De herverdeling wordt verplaatst van de belastingen naar de zorg. Daar hoort de herverdeling niet thuis. En een groot deel van de bezuinigingen die worden verschoven van zeg maar de centrale overheid naar de lage overheid, de gemeente, met name met de zorg. En grote kans dus dat dat niet goed terechtkomt. Nou, ik vind drie dingen heel erg opvallend. Het eerste punt is dat PvdA nu bereid is aan enorme bezuinigingen mee te werken, bovenop de bezuinigingen die al bij het Lenteakkoord zijn afgesproken. Daar wilde de PvdA niet aan meewerken, dus nu opeens wel, zonder duidelijke reden, mijn idee. Tweede punt is dat er de herverdelingen in het premiebelastingstelsel in Nederland wordt in feite voor een groot deel verplaatst van de belastingen naar de zorg. Dat is heel erg opvallend. En het derde punt vind ik dat de WW in uitkering en duur wordt beperkt. Wat voor een effect heeft dat in de zorg? Er zijn eigenlijk een aantal effecten. Dus als je kijkt naar de herverdeling, dat betekent eigenlijk aan de ene kant dat mensen met een lage inkomens, waarvoor de zorgtoeslag vervalt, die moeten dus meer voor hun zorg gaan betalen. Maar daar staat dan tegenover dat de nominale premie van de basisverzekering, die wordt verlaagd en die wordt inkomensafhankelijk. Dus mensen met een laag inkomen betalen veel minder dan voorheen, maar mensen met een hoog inkomen die gaan veel meer betalen. Dus er komt heel veel herverdeling in de zorg. Dus dat is het effect van herverdeling. Als je dan nog kijkt naar het effect op de marktwerking in de zorg, dat is eigenlijk het tweede groot effect. In Nederland is het zo dat die marktwerking voor een groot deel via de verzekeraars loopt. Die concurreren met elkaar via de premie. En als die premie nou heel laag wordt, dan kunnen ze eigenlijk niet zo erg concurreren. Want voor een paar tientjes ga je natuurlijk niet overstappen naar een andere verzekeraar. Maar dat is het effect wat je nu krijgt in feite. Die nominale premies die gaan heel laag worden. En dus is er niet zo heel veel meer te kiezen voor patiënten. Dus de concurrentie, de marktwerking zal ik maar zeggen, die er nu is tussen de verzekeraars, of die er in ieder geval zou moeten zijn, die verdwijnt denk ik voor een groot deel. Wat voor effect heeft het begrotingsakkoord op de WW? Nou, de WW die zal in uitkeringsduur en ook in uitkering beperkt worden. Dus dat betekent in tijden van crisis uiteraard dat mensen eerder aangewezen zullen zijn op de bijstand. Dus dat ze al heel gauw in lage inkomens zullen vervallen. Ja, dat is natuurlijk wat je tijdens de crisis niet zou moeten doen. Dan moet je proberen juist de lage inkomens op peil te houden, want die consumeren het meeste. En dat gaat dus niet gebeuren. Dus het is echt een, zoals we dat dan noemen, een procyclisch effect. Het verergert de crisis. En zal ook er niet toe leiden, want dat is natuurlijk een beetje de hoop. Het zal er niet toe leiden dat mensen eerder aan de baan komen. Want ja, de banen zijn op dit moment natuurlijk vrij dun gezaaid. Wat voor effect hebben deze begrotingsplannen op het begrotingstekort? Nou, voor het begrotingstekort, dat is dan in ieder geval wat je positief kunt noemen. Het begrotingstekort gaat natuurlijk dalen, kan ook haast niet anders. Er wordt gepakt weg over 4 jaar 15 miljard bezuinigd. Daardoor zal het begrotingstekort dalen van ongeveer 2,8 of zoiets dergelijks, 2017 naar 1,5. Er zijn hele grote uitverdieneffecten overigens, hè. Dus een deel van dat positieve effect dat zijpelt weg. Natuurlijk door het feit dat het procyclisch is. Maar goed, dat is in ieder geval een positief effect, maar ik vraag me alleen af waarom is dat nodig? Hè? Wij zaten al onder de Europese norm, hè, onder de Europese norm van 3%. We gaan er nu heel ver onder zitten. Dat, nou ja, nogmaals, dat is dus procyclisch. Binnen Europa is het eigenlijk ook niet zo'n goed idee om te gaan bezuinigen. Er wordt al genoeg bezuinigd in Europa, dus waarom moeten wij daar nou nog bij komen? Als je naar het begrotingsakkoord kijkt en je denkt aan hervormen of bezuinigen, dan is dit meer bezuinigen. Ja, dit is eigenlijk voor een groot deel bezuinigen. Dus bezuinigen dan met name in de zorg, daar wordt eigenlijk het meeste op bezuinigd. Maar ook bij het openbaar bestuur wordt ook heel veel bezuinigd. Althans, dat is de bedoeling. Of dat gaat lukken is natuurlijk heel erg onduidelijk. Dat geldt in feite ook voor de zorg, want voor een groot deel van de zorg, ik zei net al dat die marktwerking wordt minder. Aan de andere kant, voor een groot deel moet de bezuiniging worden opgevoerd door gemeenten. Die krijgen in feite lage budgetten voor bepaalde zorgtaken die zij uitvoeren. Ja, is ook de vraag natuurlijk of dat helemaal gaat lukken. Maar in ieder geval zie je wel dat dus een groot deel van die last, van die bezuiniging, die wordt gewoon doorgeschoven naar lage overheden. En die moeten maar zien dat ze eruit komen.